Ik ben Tony Leduc. Ik ben uitgever van kookboeken, maar ook culinair fotograaf. Wij gaan in deze ruimte, dus het voormalige labo van de Koningbrouwerij, gaan wij workshops organiseren. Culinaire workshops. En die kooklessen zijn afgestemd op de boektitels die wij publiceren bij Minestrone. Ik vind het heel interessant om mee in de Koningproject te zitten. Ondertussen weten mensen wel dat hier verschillende culinaire ambachten hebben verzameld. Een slager, een pralinemaker, een kaasmeester, een bakker. En al die mensen die produceren ook hier in deze city. En we hebben allemaal een eigen atelier. Het gaat om voeding, om eten, om een passie. Dat voelt je bij al de ambachten die hier aanwezig zijn. Iedereen is een beetje zot van lekker eten. Dat is de idee die toch een beetje erachter zit en dat past ook helemaal in mijn filosofie. We zijn nu met een workshop bezig rond het boekje De Basis. Dus we leren een aantal basistechnieken aan. Ik ken drie handen. Binnen de uitgeverij, boeken maken over eten, ja, dat is ook weer een soort passie. Ik ga straks ook, ik denk vanaf volgend voorjaar, ga ik culinaire fotografie workshops geven. Maar we starten met culinaire kookworkshops. Stadsbrouwerij De Koning serveert tegenwoordig niet alleen overheerlijke biertjes. Vijf ambachtelijke speciaalzaken bieden er ook kaas, vlees, chocolade, brood en de lekkerste gerechtjes aan. Kom proeven, kopen of volg een van de workshops van Tony Leduc. Meer informatie vindt u via dekoning.be.